Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, the Char Academy. Happy birthday to you. Nou, zoals jullie kunnen raden, bestaat Char Academy vandaag 1 jaar. Woehoe! Party time! Om te vieren heb ik niet alleen even een terugblik hoe het allemaal begon, maar ook een lekker taartje. Dus die ga ik straks heerlijk opsmikkelen. Dus ik zou zeggen, neem er lekker een hapje van, want het is een heerlijk flaatje. Hoe is het begonnen? Nou, het is inmiddels al 1 jaar geleden. Ik dacht echt bij mijn eigen, toen ik laatst op de kalender keek, van wow. Volgende week is het zover, weet je wel. Dacht ik, het bestaat gewoon al 1 jaar. En toen dacht ik van wow, jeetje, dat is toch allemaal best wel echt snel gegaan. Ik bedoel, ik heb 1 filmpje opgenomen. Nou, ik heb 1 filmpje opgenomen. Dat was de safari look. Die is inmiddels iets van bijna 650 keer bekeken of zo. Misschien wel meer hoor. Ik ben niet helemaal up-to-date met het laatste filmpje. Ging ik aan mijn bureau zitten. Ik dacht van weet je, ik ga dat gewoon ook eens een keer doen. Ik was altijd gek op beauty blogs, gek op make tutorials, blogs lezen, filmpjes kijken. Vond ik helemaal fantastisch. En nog steeds. En toen dacht ik, waarom doe ik dat ook niet? Ik bedoel, ik heb heel veel plezier met kijken. Waarom zou ik geen plezier hebben in het maken? Nou, toen begon ik met bewerken, movie maker. Dat was echt wel lastig, maar ik heb het inmiddels onder de knie en ik ga denk ik overstappen op een ander programma. Maar wat nog het leukste is van allemaal, en ik hoop dat die op tijd af is, is dat ik nu de nieuwe intro ga aankondigen van Char Academy. Dus hier komt ie! Rapapapa! You like it? Mooi, wat ik ook. Nee, ik ben echt super blij met het nieuwe intro. Ik vind het echt super tof. Eens een keer niet een muziekje en een foto van mezelf. Dus niet but first let me take a selfie. Nee, gewoon lekker bam, een goede intro. Bedankt Jody voor het maken van deze intro. Echt super gaaf gewoon. Ik kan dat zelf echt niet. Dus heel erg blij dat iemand me wilde helpen ermee. Dus ja, dan, dat was het eigenlijk. Zo begon Char Academy voor mij. En zo is dit kanaal ontstaan. Dus zo ja, ik dacht gewoon van weet je, het is zomervakantie. Ik ga gewoon lekker even wat leuks ervan maken. En zodoende is dit kanaal ontstaan. We zijn inmiddels 118 filmpjes verder uit mijn hoofd. Best wel heel erg veel. Wat me opvalt is dat de looks en de shoplogs echt het meest bekeken worden op Char Academy. Favoriete filmpjes ook. En tags zijn echt populair. En het grappigste is, er is een top 3 van meest bekeken filmpjes. Dat ga ik nu opzoeken. Ik denk dat het nog steeds hetzelfde is, maar ik weet niet wat er bovenaan staat. Academy! In de lijst, populaire uploads, staat op nummer 1. Abonneren kost geld of is het nou gratis? Dat filmpje heb ik destijds gemaakt omdat ik heel veel vragen kreeg van waarom moet ik abonneren? Moet ik betalen voor het abonneren? Kijk dat filmpje als je wil weten, maar nee, dus abonneer alsjeblieft, lieve abonnees. Want het is gewoon echt super leuk om up-to-date te kunnen blijven van mijn nieuwe filmpjes. Dus gewoon abonneren. En daarna is mijn stash filmpje maar liefst 1099 keer bekeken. En het abonneefilmpje 1217 keer bekeken in 1 jaar tijd, hè. Ja, dus het is echt voor mij echt een shock om te zien dat zoveel mensen in mijn kast hebben gekeken. En op nummer 3 staat de safari look. Het eerste filmpje, mijn eerste look waar ik super trots was en dat deel ik met de wereld. Dat is eigenlijk de top 3 op het moment. Laat weten wat jij het allerleukste filmpje vindt, vind ik heel erg leuk om te horen. En waar je absoluut nog meer van wil zien. Waar ik ook echt heel veel lol in heb gehad, de Baby Food Challenge. Ik vond het super tof om te doen. En Birgit, nogmaals super bedankt dat je dat met mij wilde opnemen. Want daar heb ik echt super lol in gehad en ik kijk het nog regelmatig terug. En ik vond de Kim Kardashian look opnemen ook echt super vet. Ik heb heel veel leuke dingen mogen testen. Ook tangen en ja, gewoon echt super leuk om te doen. Ik vond de Get Ready With Me, dat was echt het meest bewerken wat ik ooit gedaan heb. Vond ik ook echt super tof. Dus ja, en vlogs vind ik ook echt leuk om te doen. Ga ik wel vaker doen, denk ik. Niet iedere dag. Want ja, dat doen tegenwoordig heel veel YouTubers. Maar ik doe het lekker op mijn eigen manier. En dat heb ik als laatste, misschien hadden jullie het al gezien. Er staat hier een tasje naast mij op de bank. Heel leuk tasje van Lancôme. En hij is
best wel heel erg zwaar, dit tasje. Want dit tasje is namelijk voor één van jullie. En ik kan je beloven dat als dit ook voor mij zou gelden, had ik gelijk meegedaan. Want wat hierin zit, wil je echt winnen. Dit is namelijk de goodie bag van Shore Academy voor één van mijn lieve abonnees. Want ik jullie super dankbaar ben dat ik de 181 abonnees heb gehaald. 181 abonnees. Ik was al blij toen ik er 100 had. Ik was al blij toen ik er 10 had. Ik heb er 181 in een jaar verzameld. Ik ben er super trots op jullie. Echt super dankbaar. En daarvoor wilde ik een gigantisch goodie bag. Hij is echt groot. Er zit echt heel veel in. Hij is best wel zwaar. Dus geloof me, je wil dit winnen. Nou ga ik niet alles verklappen. Ik geef jullie gewoon even een kijkje in de tas. En ik zou zeggen, doe allemaal maar gewoon lekker mee. Want er zitten super leuke dingen in. Wat moet je doen om deze geweldige goodie bag te winnen? Allereerst eigenlijk de gebruikelijke dingetjes. Abonneren op Shore Academy. Of als je abonnee bent, vooral vasthouden die handel. Maar volg Instagram, Twitter en Facebook. En als laatste wil ik dat je een reactie achterlaat hier beneden in het filmpje. Waarom jij zeg maar deze goodie bag wil winnen. Hoe je terecht bent gekomen op Shore Academy. En wat je het leukste filmpje vond. En de leukste reactie, die wint deze goodie bag. En geloof me, dit wil je echt winnen. Dus ik zou zeggen, doe allemaal lekker massaal mee. Want één van jullie wint het knalpakket, mag ik wel zeggen. En dat wil je echt heel graag winnen. Dus ik ben echt serieus heel erg blij dat Shore Academy mijn jaar bestaat. Ik ga ook gewoon lekker verder. Ondanks dat ik het zo druk heb, is het natuurlijk steeds minder vaak een filmpje. Het is nu ook alweer een week geleden dat ik het opgenomen heb. En geüpload. Het is gewoon meer dat ik er geen tijd heb om te uploaden. Want het filmen doe ik nu de hele dag door. Dus ja, weet je, dat is het altijd een beetje. Maar het blijft gewoon bestaan. Ik ga net zo lang door tot het goed gaat. En wie weet begin ik ooit een blog. Nu nog niet zoveel tijd voor, maar wie weet in de toekomst. Ik vind het in ieder geval echt helemaal geweldig. En ik ga het nog 10.000 keer zeggen vandaag. Ik ben echt freaking happy gewoon. En ja, gewoon super bedankt allemaal. Echt gewoon muah, dikke kus. Want ja, echt. Het voelt heerlijk dit. Dus ja, dan was dit eigenlijk het bestaan van Shore Academy. Hoe dat allemaal gegroeid is. En ik ga nu lekker genieten van mijn taartje. Best lekker. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En dan hoor ik graag van jullie wie deze mooie goodie bag achter mij wil winnen. En ik zou zeggen, abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Zodat je altijd hoog kan blijven van de nieuwe trends, haarstylen, make-up en mij. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer. Doeg! Get your mind. Your heart is too strong.